Bij Sol is de prijs voor een liter unleaded in de loop van de week gestegen van SRD 6,61 naar 6,72 SRD. Mark Goede, General Manager Sol Suriname, zegt dat de prijzen fluctueren omdat deze afhankelijk zijn van de wereldmarktprijs. Goede benadrukt dat Suriname als klein land niet bepalend is bij het vaststellen van de olieprijs op de wereldmarkt. Verder speelt de koers van de Amerikaanse dollar een grote rol bij de totstandkoming van de pompprijs, legt Goede uit. Een barrel crude oil of ruwe olie kost $62 en bevat 159 liter. Volgens Goede wordt in Suriname om en bij 1,8 miljoen liter olie per dag verkocht. Die prijs weer wordt beïnvloed natuurlijk door vraag en aanbod in de wereld. Daar speelt Suriname helemaal geen rol in. Dus wij zijn gewoon afhankelijk van wat de prijs bij de raffinaderij is. Dat wordt ingekocht. En als de prijs is vastgesteld voor de lading die Suriname binnenkomt, gaan die documenten naar het ministerie van Handel en Industrie. En die stelt een pompprijs vast. En dat geldt dan aan de pomp. Op het moment dat die voorraad wordt aangesproken. Dus wat je vaak hebt is dat wanneer de wereldmarktprijs nog laag is, gaat stijgen, dat de prijs aan de pomp misschien pas een week of twee daarna reageert. Mm-hmm. Dat komt omdat de maatschappijen de olie van de lage prijs nog in voorraad hebben. Pas als die andere lading wordt aangesproken, gaat die prijs in. Omgekeerd hetzelfde. Goede zegt dat geen enkel bedrijf er baat bij heeft als de olieprijs heel hoog is. De prijs op de wereldmarkt vertoont momenteel een dalende trend. Dat houdt in dat de prijs bij de pomp kan dalen. Maar wanneer dat zal gebeuren, kan ik niet met zekerheid zeggen, geeft Goede aan. Waar we wel naar kijken, is op basis waarvan wij hebben ingekocht. En dan kan je ongeveer een maandje teruggaan in de tijd. En dan weten wij op welke momenten en prijspunten in die tijdslijn wij hebben ingekocht. En dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. Dus de wereldmarktprijs was wat gedaald ten opzichte van een week of twee geleden. Dus de verwachting is dat de prijs iets wat hier aan de pomp iets wat weer zal dalen. Maar waar het dan over een twee weken of een maand weer op gaat zitten, dat is heel, heel moeilijk vast te stellen. Ja. Dus de prijs gaat wat omlaag. Want die marktprijs heeft een neerwaartse trend gehad. En ik weet zeker dat hij wat omlaag gaat. Wat exact weet ik niet, maar hij gaat zeker iets omlaag in de komende periode. Dat staat vast. En hopelijk, dat hopen wij ook, gaat hij niet weer die andere kant uit. Mark Goede, hij is general manager bij Sol Suriname. We spraken hem naar aanleiding van de prijsfluctuatie bij de benzinepompen.